Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, dit debat gaat over het lijden en sterven van dieren in de veehouderij. En het zou een fundamenteel debat moeten zijn. Helaas zie ik van alle partijen alleen de landbouwwoordvoerders zitten. Dat zou niet zo'n probleem zijn, want dat is het gebruik in de Kamer, dat alleen de woordvoerders de debatten doen waar het over gaat. Maar deze Kamer telt 85 zetels van partijen die 18, 19 jaar geleden al beloofd hebben dat uiterlijk in 2022 het perspectief van het dier leidend is in de veehouderij. Dat het systeem is aangepast aan het dier en niet het dier aan het systeem. En dat dieren hun natuurlijke soort eigen gedrag kunnen vertonen in de veehouderij. We hebben nog maar 3 jaartjes tot aan die deadline. En de VVD en D66 en de Partij van de Arbeid, maar die regeert op dit moment even niet, zijn daar eigenlijk al overheen. Want de belofte was 2012. Maar uiterlijk, laten we niet al te onredelijk zijn, laten we de sector de gelegenheid geven om te schakelen. Uiterlijk 2022. Het goede nieuws is dus eigenlijk vandaag dat we het eens zijn. De veehouderij, de intensieve veehouderij zoals die bestaat, de manier waarop dieren daar worden gefokt, gebruikt en gedood, is moreel onacceptabel, vindt deze Kamer. Maar als je vervolgens vraagt om die belofte gestand te doen, als je een motie indient en zegt, laten we even aan de regering vragen om duidelijk te maken hoe we dat beloofde doel voor de dieren gaan halen, dan stemmen partijen tegen. De VVD wilde niet voorstemmen, het CDA niet, D66 niet. De partijen die nu de macht hebben, ChristenUnie. Ook onder Balken en de Vier was het de belofte. Gerda Verburg nam 15 jaar de tijd en had ook als deadline 2022. Het natuurlijk gedrag wordt leidend. We zijn verre van dat natuurlijk gedrag. We moeten het hebben van activisten die in stallen vastleggen wat de dagelijkse realiteit nog altijd is. En dan springen de tranen je in de ogen. Varkens, sociale dieren, vast tussen stangen en moeten toezien hoe hun biggen worden gemutileerd. Het is niet representatief, zegt de minister dan. Maar kan zij bevestigen dat wat we zien op die beelden, dat is toegestaan volgens haar eigen wet? Varkentjes zonder verdoving de staartjes afknippen. Varkentjes de tandjes afveilen. De zeug houden zoals we zagen op die beelden. Waarom schiet de minister in de ontkenningsreflex als haar eigen regels dit allemaal toestaan? Vorig jaar kwam Varkens in Nood met beelden naar buiten van een varkensstal. En ook toen deed de politiek en de sector wat het altijd doet. Ontkennen, bagatelliseren en de boodschapper demoniseren. Het was niet representatief. De toezichthouder is erop afgestuurd, er waren passende maatregelen genomen en er was niks aan de hand. Animal Rights heeft diezelfde stal bezocht en het is een drama. Een jaar later en dan is de toezichthouder langs geweest. Voorzitter, de minister moet uitleggen waarom het legaal is wat we op deze beelden zien. Als zij een wet moet verdedigen waarin staat dat de intrinsieke waarde van het dier wordt erkend, dan moet zij verdedigen dat er dus ook passende beleidsmaatregelen worden genomen om recht te doen aan die wet. En als je vervolgens in lagere regelgeving allerlei uitzonderingen gaat maken en zegt, ja, de intrinsieke waarde van het dier wordt wel erkend, maar niet als het een productiedier is, niet als we er geld aan kunnen verdienen, wat je met een hond niet mag doen en waar je terecht een forse boete voor krijgt of straf, dat vinden we wel goed als het om varkens gaat. Vinden we wel goed als het om koeien gaat, geiten, kippen. Voorzitter, de minister creëert haar eigen fundamentele spagaat. En het Planbureau voor de Leefomgeving heeft al gezegd, je kan ervoor kiezen vasthouden aan dit systeem, maar dan moet je accepteren dat de maatschappij daar andere waarden tegenover stelt. Andere waarden, ja natuurlijk. Dieren zijn levende wezens met bewustzijn en gevoel. En mensen zien meteen dat het moreel volstrekt verwerpelijk is als ze een kijkje krijgen in de dagelijkse realiteit van de veehouderij. Dus voorzitter, het goede nieuws is, we zijn het eens. Dieren hebben intrinsieke waarde. Het andere goede nieuws is, 85 zetels in deze Kamer, en daar kan ik GroenLinks en de SP en de Partij voor de Dieren gewoon bij optellen, dus dat is een hele ruime meerderheid, vindt uiterlijk 2022 is het perspectief van het dier leidend. En is er een einde gekomen aan de intensieve veehouderij
zoals die in 2001 al door Wijfels moreel problematisch werd genoemd. De minister kan handelen, kan zorgen dat ze dat doel gaat halen, of ze kan kiezen voor dit model, waarin het CDA en de VVD de hele tijd kunnen doen alsof boeren in een hoek worden gezet. Nee, het systeem staat ter discussie. Waarin mensen voortdurend moeten worden wakker geschud door beelden van de echte realiteit en een toezichthouder die onder vuur komt te liggen. De minister moet de dieren beschermen naar hun aard. Daar is zij voor aangenomen. En ik vind het stuitend dat als de Partij voor de Dieren een motie indient over die beloftes in 2022, dat de minister dan zegt, ik ontraad dat. Zij kan de VVD en het CDA omzeilen door te zeggen, we laten het oordeel aan de Kamer, want de Partij voor de Dieren heeft gelijk. Dit is de dieren beloofd en het is aan de huidige Kamer om te laten zien dat ze die belofte aan de dieren nakomt. Doet ze dat niet, dan voorspel ik een groeiend activisme, want mensen zijn niet gek. En dieren verdienen de bescherming die wij hier wettelijk aan ze beloofd hebben. Dank u wel. Dank u. Ik wil niet horen van de publieke tribune.